Goedemorgen. We gaan beginnen. We wachten even tot er wat mensen binnenkomen. Het is 10 uur. Goedemorgen allemaal. Kom maar meteen even staan in de staande Pilatushouding. Met je aandacht naar je adem, naar je houding. Je mag je ogen even sluiten, kruin. Strek je omhoog naar het plafond. Maak contact met je lichaam. Als je merkt dat je gaat wiebelen terwijl je zo staat, met je hielen tegen elkaar aan en je voeten in een V, dan open je je ogen. Maar wanneer je je ogen hebt gesloten, dan kun je goed voelen wat je adem doet in je lichaam. Inademen maakt wat ruimte tussen navel en borst. Een beetje heen en weer bewegen met je schouders. Adem uit, alsof je door een rietje uitademt. En je navel wat naar binnen. Probeer je buikspieren wat vast te houden. En dan adem je hier weer in. Je armen mogen los, je schouders zijn los. Oh, ik dacht Deva heeft haar ogen gesloten, maar ze heeft haar ogen nog open. Sluit je ogen eens. Ga je nog wiebelen of niet? Een beetje. Ja? Ze wiebelt een beetje. Ja. Trek je navel naar binnen. Wel mooi. Nog één diepe ademhaling hier. Maak het contact. Bilspieren zachtjes aanspannen. Bekkenbodemspieren, dat zijn je toiletspieren. Weer uitademen. Trek je navel rustig naar binnen. Draai je schouders omhoog en naar achteren. En je ademt in en je ademt uit. Je nek is los. Draai je hoofd een beetje van rechts naar links. Nog één keer schouders omhoog. Van je oren af. Hou je schouders laag. Breng op een inademing je armen en je hielen omhoog. Voel dat je hier gaat stabiliseren en dan breng je heel rustig je hielen weer naar de vloer. Inademen. En uitademen, navel naar binnen. Maak het contact, nog 2 keer. Hou de schouders laag, hou de ribben zacht, laatste keer. En kom rustig naar beneden. Breng alleen je hielen omhoog. En dan net niet met je hielen de grond raken. Als je merkt dat je hier gaat wiebelen, span je bilspieren iets meer aan, bekkenbodemspieren en ook je buikspieren. Schouders blijven los. Voel weer de lengte die je hier hebt. En we gaan kleine stukjes up en down. Inademen. En navel naar binnen. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en zet neer. Schud hier je benen los. We gaan nog een balansoefening doen. Zet weer je hielen tegen elkaar aan. Schud je schouders los. Breng je armen hier iets naar voren. Dan adem je in. Je brengt je hielen omhoog. En je brengt je armen rustig naar achteren. Schouderbladen naar elkaar toe. Je houdt je adem vast. Je draait je hoofd naar rechts. Je draait je hoofd naar links en dan weer terug naar het midden en dan kom je heel langzaam op een uitademing weer naar beneden. Nog een keer inademen, haal je adem vast, draai je hoofd naar links, eerst naar links en dan naar rechts en dan weer terug naar het midden en je ademt uit, breng je hielen op de grond, armen naar voren. Nog een keer en dan begin je je hoofd naar rechts te draaien, schouderbladen naar elkaar toe, buikspieren, hou de adem vast. En naar links, hielen op de grond, adem uit. Nog een keer, schouderbladen, buikspieren, hou je adem vast naar links. En naar rechts, knijpen, knijpen, rustig naar beneden, adem uit. Nog 2 keer. Naar rechts, buikspieren vast, naar links. Juist. Nog 1 keer, heel lang. Naar links. Let op je onderrug, buikspieren. Heel goed. Kom naar beneden en adem uit. Heel mooi. Schud je schouders los. Schud je benen los. Gaat je rechterbeen opzij. Buig iets door je linkerknie. Handen naast je hoofd. We gaan 2 verschillende bewegingen maken. De eerste beweging, rechterknie omhoog naar rechts. Tweede beweging, hand naar je been. En dan gaat je been opzij. Buikspieren zijn vast.
Dus nog een keer op een uitademing. Draai en been omhoog. En nog een keer. Draai en been omhoog. Maak contact met je buikspieren. En duw. Draai. En been omhoog. Heel goed. Probeer al je gewicht op je linkerbeen te houden. Nog 4 keer. Kom maar. Up. En up. Nog 3. Adem mee uit. 2 keer. Laatste keer. Heel goed. Zet je voeten onder de heup. Ik draai heel even naartoe. Je kunt naar me hier kijken. Je komt in een squat positie. Goed je buikspieren aanspannen. Knieën gaan richting je tweede en derde teen, maar niet erover. Dus breng het gewicht op naar je hielen. Hou je armen voor je. Dan breng je hier je hielen omhoog. En dan duw je jezelf omhoog. Probeer in balans te blijven. En dan zet je je hielen op de grond. En nog een keer. In de squat. Breng je hielen omhoog. Kom omhoog. En terug. Ja. Zet je voeten. Zet je voeten nog hielen iets achter je tenen. Ja, helemaal. Oké. En nog een keer. In de squat. Hielen van de vloer. Kom omhoog. En naar beneden. Squat. Hielen omhoog. Strek. En dan ook in evenwicht blijven. Buikspieren aanspannen. Nog 3. Kom maar op je tenen. En je hoeft niet zo diep door je knieën te gaan. Nog 2. Goed je buikspieren na van naar binnen. Netjes, Deva. Hartstikke goed. Nog 1. Oeps. Ja, dat hoort er een beetje bij, hè? Dat wiebelen. Schud je benen los. Kom in de staande pilateshouding. En adem in. Voel dat je hier lengte maakt. Hou je schouders laag. Trek je navel naar binnen. En kom heel rustig weer terug. Dan ga je je linkerbeen opzij doen. Buig iets door je rechterknie. Maak contact. Breng weer je handen richting je hoofd. Niet achter, maar richting je hoofd. Schouders blijven laag. Dan gaan we weer de rotatie maken. En breng je linkerhand naar je linkerbeen. Roteer. Linkerbeen omhoog. Push. Roteer. Heel mooi. Schouders blijven laag. Navel naar binnen. Heel goed. Yes. Span die bilspieren ook rechts maar aan. Je blijft in evenwicht. Heel goed. Ga door. Nog 3 keer. 2. Nog 1 keer. Heel goed. Schud weer even alles los. Dan gaan we weer naar squat. Alleen, je begint nu met je hielen omhoog van de vloer. Ja? Als je hier gaat wiebelen, maak contact met je buikspieren. En dan kom je door je knieën buigen. Dan zet je hier je hielen op de grond en duw omhoog. Inademen. Buig je knieën. Kom naar je hielen. Adem uit, omhoog. En nog een keer. In. Buig door je knieën, navel naar binnen, kom op je hielen. En up. Buig door je knieën. Yes, whoops. Goed zo, nog 4. Ook hier is het belangrijk dat je het contact met je buikspieren niet verliest. Ja, nog 3 keer. Duw. Heel mooi. Laatste keer. Netjes. Schud je benen los. Kom naar de achterkant van je mat. Voeten heupbreedte. Adem in, breng je armen omhoog. Schouders laag. Adem uit, trek je navel naar binnen. Kom met je handen bij de grond en loop dan rustig naar voren. Dit is ook meteen een hele fijne rek. Voor de achterkant van je lichaam, als je hier in een omgekeerde V blijft.
Yes, netjes. Downward facing dog. Je mag hier natuurlijk je knieën buigen. Hou het contact met de bekkenbodem, buikspieren. En dan kom je heel rustig naar voren. En ik geef je altijd opties. Hier mag je dus op je knieën komen. Als je last hebt van je polsen, kun je ook op je elleboog komen. Maar je mag natuurlijk ook op je... Zien jullie me nog? Ik ga iets naar achteren. Je mag ook op je tenen blijven. Trek je navel naar binnen. En als je merkt van, oh, het wordt nu wel heel zwaar. Ellebogen zijn een beetje gebogen. Je schouderbladen zijn actief. Je bilspieren, je buikspieren zijn aangespannen. En je mag altijd op je knieën komen. Je hoofd draaien een beetje van rechts naar links. We doen nog 4 tellen. 3, 2, 1. Kom op je knieën. En dan strek je hier je armen, je billen naar je hielen. Navel naar binnen. En dan rol je hier omhoog. Dan gaan we de pols een beetje strekken. Je brengt je vingers richting je benen. En dan kom je heel rustig op je handen. Je komt een beetje naar voren. Zet je handen iets meer naar voren. Ja. En dan kom je hier naar voren. En dan ga je heel zachtjes, schouders van je oren af. Ga je heel zachtjes een beetje naar achteren. En dan voel je een flinke rek in je polsen. Ja, het kan zijn dat je je vingers niet zo naar achteren kunt brengen. Dus dan kun je ze ook een beetje zo opzij brengen. Hoe voelt dat voor jou? Ja, oké. Ja? En kan je nog een klein stukje naar achteren? Hoe voelt dat? Ja. Dan ga je het meer voelen, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Nog 1 diepe ademhaling hier. Navel naar binnen. Let op dat je niet in je rug gaat hangen. Dus je buikspieren blijven aangespannen. En dan breng je de handen weer gewoon. Dus je vingers, ja, gewoon. Nou ja, dit is gewoon. Met je vingers naar voren. Middelvinger wijst recht naar voren. Zet hier je tenen op de grond. Maak je rug zo bol mogelijk. Je mag ook op je ellebogen komen als je wil. Schouderbladen van elkaar af. En dan kom je hier in een kleine onderrug. Schouders van je oren af. Je nek blijft los. Blijf ook naar de mat kijken. Trek je navel naar binnen. Maak je rug zo rond mogelijk. Inademen. Kleine holle rug. En dan weer bolle rug. Adem uit. Hou vast. Hou vast, hou vast. Schouderbladen actief. Duw met de palm van je wijsvinger duim tegen de vloer. En dan breng je hier een heel klein stukje je knieën iets omhoog. Joehoe. En je trekt je navel naar binnen. Je mag je rug een beetje rond maken. En je voelt hoe hard je lichaam moet werken. Adem rustig in. Adem rustig uit. Gaat die even? Mm-hmm. Nog 4, 3, 2. En kom op de vloer. Draai met je polsen. Duw je vingers een beetje naar achteren. Heel goed. Alle twee handen duw je hand een beetje naar je toe. Schouders blijven laag. Oké, we gaan naar de buikspieren. Kom maar liggen. Op je rug. En je legt je handen onder je billen. Heel mooi. Jij bepaalt hoe laag jij je benen brengt. Handen onder je billen. Je mag je benen strekken, maar je mag ook je knieën buigen. Nek is los. Maak het contact met je buikspieren. Adem uit. Breng je voeten iets naar voren, niet te ver. Dan breng je voeten iets uit elkaar. Breng je voeten weer naar elkaar toe. Adem uit, omhoog. Dat is de beweging. Dus naar voren. Voeten uit elkaar. Weer naar elkaar toe. Niet te ver uit elkaar. En omhoog. Met je buikspieren. Je voeten mogen ook wat verder naar voren komen. Voeten uit elkaar. En omhoog. Zit je in de plant? Ja. Oh, ze zit in de plant. Uit elkaar en omhoog. Heel goed.
Als je nou merkt dat je rug omhoog gaat krullen, als je voeten heel ver naar beneden gaan, ja, dan breng je ze niet zo ver naar beneden. Hou het rustig. Let op de spanning in je nek en in je schouder. We doen er nog 4. Dus we mogen wat verder naar beneden. Wijd, wijd en terug. Nog 3 keer. Down, uit elkaar. En met je buikspieren up. Heel goed. Down, uit elkaar, terug. Laatste keer. Blijf aanspannen. Heel goed. Buig je knieën hier. Zet dan je rechtervoet op de grond. Linker enkel op je rechterknie. Haal de handen onder de billen vandaan. Pak de achterkant van je benen. Oké. Linkerhand gaat achter je hoofd. We gaan 2 bewegingen maken. Ook hier bekken tegen de grond. Niet je onderrug tegen de grond duwen, maar je bekken. De buikspieren zijn aan. De eerste beweging is naar je rechterbeen toe. En niet aan je nek trekken, hè? Hou je kin van je borst. En de andere beweging is rechts. En dan ga je proberen je hand naar je enkel te brengen. Dus we gaan. En enkel. En enkel. Duw. Dus je krijgt links en rechts schuine buikspieren. Als je last krijgt. Ik kom nou wachten hoor. Oh, het is het ei. Oh, het is het ei. Oké. 4. Als je last krijgt van je hoofd, duw je hoofd wat meer tegen je hand aan. Laatste 2. Laatste keer. Heel mooi. Breng beide handen achter je hoofd. En dan kun je hier je rechterbeen omhoog brengen. Als je dit vervelend voelt voor je heup, breng dan je linkervoet bij je rechtervoet of zet je linkervoet op de grond. Ja? Dus hier waren we. Oké. Navel naar binnen, breng je borst omhoog en dan strek je hier een beetje je rechterbeen. Adem uit, breng terug. Voel meteen de rek. En in en uit. Ook hier mag je rug niet omhoog krullen, hè? Dus duw je bekken tegen de vloer aan. In. En uit. Maar je mag je voet ook omhoog brengen. En je mag een klein stukje gaan. Ja, voel dat je buikspieren aan het werk zijn. We doen er nog 4. Of je brengt je voet wat lager. Maar dat hoeft niet. Je mag het absoluut niet in je rug voelen. Wel in je buik. Laatste keer. Heel mooi. Oké. Leg je hoofd neer. Hou je linker enkel op je rechterknie. Breng naar je toe. Schouders losschudden. Nek los. En dan laat je je benen los. Dan gaan we de andere kant doen. Dus linkervoet op de grond. Rechter enkel op je linkerknie. Pak de achterkant van je benen vast. Heel mooi. Rechterhand achter je hoofd. Ga je hier naar rechts. En je brengt je linkerhand richting je enkel. En dan gaan we. Duw. En duw. Navel naar binnen. En duw. Bekken tegen de vloer. En duw. Yes. Stereo. Schuine buikspieren. Rechts en links. Kin van je borst. Keurig. Heel goed. Nice. Ga door. Adem uiten. Je gaat vanzelf inademen. Nog 4, 3, 2. Laatste. Heel goed. Beide handen achter je hoofd. Breng je linkerbeen omhoog. Voel bekken tegen de vloer. Romp omhoog. En strek je been. Adem uit. Naar je toe. Adem uit. Naar je toe. Ja. Je mag hem ook omhoog brengen. Je hoeft hem niet te strekken. Voel wat er gebeurt. Nog 4.
Nog drie. Nog twee. En de laatste. Oké. Pak je knieën vast. Schud je schouders los. Hoofd van rechts naar links. Zet één voor één je voeten op de grond. Draai je knieën van mij af. Schouderbladen op de grond. In en uitademen. Volgende inademing. Breng je knieën omhoog. En draai je knieën naar mij toe. Je hoofd mag naar de andere kant. Adem rustig in en adem rustig uit. Nou, draai je helemaal op je zij naar mij toe. Je komt hier op je elleboog. Knieën zijn gebogen. En dan, als je geen last hebt van je schouder, dan kun je deze doen. Anders kom je nu liggen. En dan strek je je bovenste been en dan doe je deze oefening. Dan knijp je aan de bovenkant van je lichaam. Deze kun je doen als je last hebt van je schouder. Maar als je geen last hebt van je schouder, dan kom je op je elleboog. Schouder van je oor weg, knieën iets naar achteren. En dan kom je omhoog en dan pak je de onderkant. Ja? Duw je schouder weg, breng je arm omhoog. Strek hier ook je bovenste been. Breng je arm iets over je heen. Duw je heup omhoog. Inademen. En wanneer je uitademt, pak hier even of tik je knie aan. In en uit. In en uit. Nog vier keer. En drie. Niet je hoofd laten hangen. Hè? Til je hoofd omhoog voor twee. En de laatste keer. Mooi. Dan draai op je buik meteen. Breng je rechterbeen omhoog, linkerbeen omhoog. Schouders van je oren af. Breng je romp omhoog. Knijp in je billen. Voeten komen iets omhoog. En je kijkt naar de mat. Dan til je armen, je handen van de mat. Je handen gaan iets naar voren. En wanneer je uitademt, schouderbladen naar elkaar. Ellebogen naar je ribben. Niet naar voren kijken. Kijk naar beneden. Inademen en uit. In en uit. Voel dat je je schouderbladen naar elkaar toetrekt. Dat je nek los blijft. Knijp in je bilspieren. Dit zijn de laatste twee. En nog maar één. Zet je handen bij je borst, schouders omhoog naar achteren, duw jezelf omhoog. Kom op je knieën. En hier gaan we even naar voren strekken. Schouders losschudden. Je nek is los. Je spant je buikspieren aan. Je ademt in, je rolt omhoog. Je hoofd komt als laatste omhoog. En dan gaan we nog even naar de andere kant. En dan mag je kiezen of je komt op je elleboog. Of je komt lang uit liggen, pas op je nek. En je gaat je bovenste been strekken en dan kun je deze doen. Als je die net had gedaan, doe deze dan nu ook. Ja? Want als je hier nu op de andere kant komt, dan ga je twee keer dezelfde buikspieren trainen. Kijk, Deva is even goed bezig zijn. Goed zo, schat. Schouder van je oor af. Hoeveel heb je er gedaan? Vier. Ze heeft er al vier gedaan. Oké, jullie ook al. Laten we er dan nu nog zes doen. En vijf. En vier. Duw omhoog. Drie. Twee. En de laatste. Heel mooi. Oké, kom maar even zitten. En dan breng je je voeten. Het is alweer tijd. Gaat snel, hè? We gaan even wat strekken. Je mag eventueel hier op een kussentje zitten om je wervelkolom wat langer te houden. En je voelt ook je zitbotjes. En je brengt navel, ruimte tussen navel en borst. Zet je handen naast je hoofd, niet achter, naast. Inademen, voel weer dat je lengte maakt, uitademen.
En flex je voeten. Je voeten gaan niet bewegen, hè? Anders beweeg je je heup. En naar de andere kant. Inademen naar rechts, uitademen. Inademen naar links, uitademen. En dan kom je rustig naar rechts. En dan gaat je linkerhand richting je kleine teen. Je rechterhand gaat naar achteren. Ja, ze kan niet eigenlijk niet doen. En kijk naar je knie. Trek aan je linkerarm jezelf naar voren. Trekken, 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 trekken. Voel tot hoe ver je kan komen. Op een inademing. Rustig omhoog. En draai naar links. Schouders laag. Linkerarm naar achteren. Trek maar aan je rechterhand naar voren richting je kleine teen. Misschien kun je je benen strekken. Dat hoeft niet. Inademen. Kom omhoog. En nog een keer. Uitademen. Trek maar. Nog heel even. Ja, oké. Okay. Nog één keer. Inademen. Uitademen. Blijf hier, blijf hier, blijf hier. Strekken, 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 strekken. Nice, oké. Okay. Kom omhoog. Zet je rechterhand op de grond. Linkerarm komt omhoog. Nou, blijven de schouders in één lijn. Linker zitpotje blijft ook op de grond. En nu draai je je romp een beetje zo richting je knie. En je arm komt ook naar voren. Je trekt weer wat aan je arm. En dan breng je die richting je voeten naar de andere kant. En op een inademing breng je weer je linkerarm omhoog. Doe nog één keer voor deze kant. Draai je romp. Trek maar aan je arm. Je doet het heel rustig. Rechterschouder blijft laag. Trek een beetje aan je arm. Je kunt naar beneden kijken. En op een inademing breng je linkerarm omhoog. Doen we precies hetzelfde aan de andere kant. Schouders los, nek los. Eerst een klein beetje hier strekken. Zo, je kunt naar je ribben ademen. In en uit, je hebt nog steeds contact met je buikspier. En nu pas draai je je romp. Trek maar wat aan je arm, richting je voeten. Het maakt ook niet uit waar je hand komt, hè. Ik heb lange armen, dus ik kan vrij ver bij mijn voeten. En nog één keer? Dat is al twee keer, hoor. Had je al twee keer gedaan dan? Oh, ben je snel. Het is wel lekker, hè? Heerlijk voor je rug. En dan adem je in, breng je armen omhoog en je ademt uit. Schud een beetje los. Zet hier je voeten op de grond en kijk eens of je hier op je voeten kan komen. In één keer. Lukt dat? Ja, zet je tenen voor je hielen. Voeten heupbreedte. En dan mag je hier voorover buigen. Je mag ook je elleboog vasthouden. Ja. En je hoofd helemaal los. Soms denk je dat je hoofd los is. Maar dan kan hij eigenlijk... Hé, schat? Kan hij nog een beetje losser, hè? Ze doet het zo goed, hè? Oh. Oké. Okay. En dan... Je kunt je knieën gebogen houden. Je kunt misschien je benen een beetje strekken. Vind het midden van je voeten. Schouders los, nek los. Dan buig je nu je knieën. En je ademt in en je cirkelt je armen omhoog. En dan één keer nog hier voorover buigen. Je mag je knieën buigen. En dan cirkel je armen omhoog. En je brengt je handen naar beneden. En dit was weer... einde van deze les. Yay! Ik zie jullie dinsdag weer. Hartstikke leuk. Laat feedback achter.